90% van de sector is al om hoor. Geloof mij nou maar, die gaan daar wel in mee. En de een loopt meer voorop dan de ander, maar dat is in elke sector. En dat is ook inherent aan een innovatie. Maar ik vind wel, wij gaan beter naar elkaar luisteren. Dat is een ding wat zeker is. Alleen maar tegenpartijen ja. Natuurlijk. De visserman werd gezien als je haalt alleen maar uit de zee en de rest kijken ze nergens naar. En dat convenant, dat is daar een prima ding in om dat, ja. Om dat meer met elkaar te communiceren en de begrip voor elkaar te krijgen. Ja, ik denk dat er gewoon een breed draagvlak nodig is voor de toekomstig milieuvriendelijke visserij. En dan is het dus heel goed dat de vissers en de natuurorganisaties samen wat doen. En ik denk dat een van de voorbeelden nu is al het MSC-certificaat, dus de certificering van de visserij, waarbij ze gezamenlijk optrekken om ervoor te zorgen dat er gecertificeerde vis in de supermarkten kan komen. De visserij heeft samen met de natuurorganisaties een vertrouwelijke studie laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het MSC-certificaat. En er is nu een gezamenlijke aanvraag ingediend bij de minister voor een subsidie om die certificering ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. En dat is heel uniek, want mijn collega's binnen MSC die kennen weinig visserijen waar op dit moment zo goed wordt samengewerkt tussen natuurorganisaties en visserijen. Om het echt duurzamer te maken. Een voorbeeld van een succesvolle actie die tot nu toe ondernomen is, is het onderwijs. Samen met ProSea wordt nu een module ontwikkeld rond verduurzaming in de opleidingen voor de aanstaande vissers. Dat moet verder ontwikkeld worden. Onderwijs is echt een essentiële voorwaarde, niet alleen nog nu, maar ook voor de toekomst. Om toekomstige vissers meer besef voor duurzaamheid mee te geven. De kenniskring Slim Ondernemen die is in de tijd opgericht omdat toch een hoop veel jonge vissers met het probleem kwamen te zitten van ja jongens, we zijn er niet alleen met vissen. De moeilijkheid is dat wij natuurlijk economie en ecologie moeten kunnen combineren. Nu zijn we aan het innoveren gegaan. In samenwerking met technische bureaus hebben jonge vissers, vooral jonge vissers, hebben geprobeerd om een vistuig te ontwerpen wat voldoet aan de eisen van ook de milieuorganisaties. Nou, het resultaat van het maatschappelijk convenant moet gewoon zijn een goede balans tussen economie en ecologie op de Noordzee. We vinden dat zoals de slag gemaakt is in de agrarische wereld, vissers ook meer natuurbeheerder kunnen zijn dan alleen maar visserman. En die weg moeten we op. Totaal anders denken, daar beginnen we mee. Voorheen was het zoveel mogelijk energie gebruiken om zoveel mogelijk te vangen. En dat is nu helemaal de knopje finaal 180 graden andersom. Nou met zo weinig mogelijk energie, eigenlijk dezelfde hoeveelheid vis vangen op een manier met minder bodemberoering, minder bijvangsten. Dat is met veel minder energieverbruik. Dat is eigenlijk wel ons doel. We zijn gekomen tot een moment dat we erover zijn gaan denken om te gaan investeren in de Sunwing. En wij zien daar toekomst in. In die zin, het geeft veel minder bodemberoering als het traditionele tuig. We kunnen ook praten over minder bijvangsten. Wat voor ons natuurlijk het mooiste is, is dat er veel minder brandstof gebruikt wordt. Ik vind het fantastisch dat er geïnnoveerd wordt. De kettingen vervangen door de Pulsecore uitstekend. Straks met een Sunwing vissen boven de zeebodem. Ik denk dat het fantastische innovaties zijn die de visserij veel minder milieuschadelijk maken. Tegelijkertijd blijft het wel nodig dat ook zo hier en daar de zeebodem met rust gelaten worden, ook met dat soort vistuigen. Dit is nou die nieuwste vangsttechnieken. Die kettingen die zijn allemaal weggehaald. En dit zijn de stroomdraden en uit dit kale stukje pijp komt de stroom. Dat geldt ook voor dit stukje, voor dat stukje. En de stroom gaat van hier naar het volgende stukje, naar het volgende stukje, naar het volgende stukje. Zo ontstaat er in dit gedeelte een soort stroomveldje waar die vis even van schrikt. Nou, ik vind een tip, als je dit gaat doen, moet je erin geloven. Je moet het echt willen. En als je het wil, waar een wil is, is een weg, zeg ik altijd, dan lukt dat wel. Ik bedoel, wij hebben ook aanloopproblemen gehad, maar we wilden per se dit gaan doen. En dat is gewoon gelukt, we gaan gewoon door. Ja, en natuurlijk, iedereen heeft wel eens strippelingen en tegenwerkingen, maar dat is inherent aan een innovatie.
Mijn advies aan Jan Heikoop is daadkracht. Dat hebben we echt nodig. We moeten vaart maken in het tempo van de uitvoering van de klussen die aan het maatschappelijk convenant verbonden zijn. En daarnaast ook veel creativiteit om klippen die er nog steeds zijn op een goede manier te omzeilen. Ik zou de voorzitter van het maatschappelijk convenant adviseren om echt te gaan investeren in het versterken van de samenwerking tussen de verschillende partijen. En ik denk dat je dat moet doen door te beginnen bij het laaghangend fruit. Dus bij de projecten die zich echt lenen voor samenwerking, die ook gewoon doelen hebben die haalbaar zijn. Want als je daarin investeert en je boekt daarin successen, dan worden ook de moeilijkere dingen makkelijker om aan te pakken. Om ons niet alleen in gesprek met elkaar te laten gaan, maar vooral om ons naar elkaar te laten luisteren.